Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Melvin en vandaag heb ik een nieuw horrorspel op het programma staan waarin wij moeten ontsnappen uit een gevangenis in de jaren 30. Welkom bij Plot. Oké, we zijn bij een of ander hackie of zo en ik heb geen idee waar dit is. Maar het speelt zich af in Texas. En we moeten er straks uit de gevangenis ontsnappen. Oh. I'm tired. It's already lunchtime. Time to go home. Wat is dat voor gekke opgezette stem, man? Nou, wat prachtig, moet je kijken. Als Texas in het echt er ook zo mooi uitziet, dan zou ik wel naar Amerika, Texas willen. Weet je? Oeh. Oh, wat? Oké, als dit ook in Texas gebeurt. Wat heck gebeurt hier? Weet je, het heette vroeger It's Raining Men, dat nummer. Maar dit is It's Raining Birds. Halleluja. Oh! Wat de heck was dit? Oh, Christus. What was that nightmare? Oké. Daar zijn we opeens, in een gevangenis. Oké. I'll go pour myself some coffee. Oké, dat is goed. Waarom praat die man zo met een hele gekke stem van hallo, ik ga koffie inschenken. Ik ben Hagrid en ik rook al heel veel. Nee, we gaan kijken waar we koffie kunnen halen. Ik denk daar. Want daar is iets door de muur aan het glimmen. Of moet ik de telefoon misschien oppakken? Ik ga eens de telefoon oppakken, want ik ben wel blijkbaar een of andere bewaker hier. Dus dat is wel belangrijk. Telefoon, hallo. Hey Fisher, how are you there? Yeah, everything's fine. What happened? There was an earthquake. It's all unusual. Earthquake? Some nonsense. Well, don't you distract me. Deze gast. Gratis. Gratis. Nou, we gaan nu wel gewoon koffie zetten. Ik heb koffie nodig. Mijn PC heeft ook koffie nodig. Want het is echt een drama geweest om dit werkend te krijgen. Maar we gaan nu gewoon ons werk fixen. Ja, ik heb wel zin in deze keer. Oh mijn god. Besef even dat dit in de jaren 30 gewoon al vulgair was, hè? Dit was in de jaren 30 gewoon al echt... Hier moest je op fappen. Dat kan toch niet? Goed. We gaan koffie zetten hier. Hey. Wat gebeurt hier? Moet ik nou serieus hier mijn koffie opwarm maken? Er zit verskeer iets. Oh mijn god. Shotguns. En dit is de radio. Eerlijk? Wel gaaf dit. En een briefje. Fisher, your locker will have a new passcode starting from September the 18th. I will leave it in the desk right drawer. Oké, desk right drawer. Dat is deze dan. Of, hè? Welke desk? Oh joh, gekke boksbal ook. Dit is mijn locker. Alleen ik weet dus niet de code. We moeten dus... we gaan eerst wel de koffie meenemen. Lekker bakkie. En dan moeten we nu naar mijn bureau, denk ik. En dan moeten we op zoek gaan naar... We hebben zelfs tasks. Wait until 9 p.m. Leuk, man. Laten we eens kijken of er in de rechterlade van mijn bureau een code te vinden is. Want die hebben we nodig. Zit hier een code op? Oh ja. Hey, nice. 39178. Dat ga ik onthouden. 39178. We hebben hier nog meer briefjes. Een envelop die ik niet kan pakken. En hier ligt nog meer. Een boek. Allemachtig. Was dit de Texas Department of Criminal Justice... Clemens Unit. Cameron Goldman. Charge. Oh, wat? Complete the patrol log, marking all prisoners. Wat, welke patrol? Waarom word ik zo in het diepe gegooid in het spel, man? Wat is dit? Ik dacht dat dit horror ging zijn, maar we zijn gewoon letterlijk in een gevangenis aan het werk. Moet ik gewoon hier langs gaan van, yo, hallo, ben jij hier nog? Matthew, ben jij Matthew? Spel doet alsof ik weet hoe het werk eraan toe gaat in een gevangenis. We gaan hier wel naartoe. Kan ik hier wat doen? Hallo? De common corridor. Joehoe! Oh, hier is iets. Oh, daar. Hier. Hier is een... Oh, ja, dit hebben we nodig. Alright, let's get this over with. Yeah, let's get this over with. Wie hebben we hier? Hier hebben we Matthew. Hallo, Matthew. Looks like Matthew's reading something. Mark. Wie hebben we hier? Hier hebben we Cameron. Cameron's writing poetry again. Oké, Cameron gaan we ook aanschrijven, ja hoor. Jeetje, je zou zomaar praten. Tristan, calm down already. Stop walking around. Holy shit, ik ben bang voor die grap. Maar hey, Cameron, Tristan is er ook. Toppie. Nou, gaan we hier naar... Hey. He got transferred to isolation for that freak out earlier.
Oké, dit was Evan dan of zo. Oh nee, William. William is er niet. Oké, William is er niet. Streepie. Wie hebben we hier? Hier slaapt... Oké, hier slaapt Mark. Mark slaapt. Lekker slapen, Mark, jongen. En wie hebben we hier? Evan's resting on the bed. Everything's okay. Toppie, Evan is on the bed. Nou, laten we dan maar... Hé, mag ik dat markeren? Evan. Bam! Yo man, dit is echt gameplay. En dan is hier zeker iemand in opgesloten of zo, of niet? I need to turn on the light. I can't see the idiot. Oh. Gast zit hier in de isoleercel. Uh-oh. Peekaboo! What an idiot. It's right that they locked him in there. Alright, everyone's okay. Marked. Like nou, dat was een zieke jumpscare. Oh mijn god, ik ben zo bang. Ah, laten we maar gewoon deze terugleggen in het reports vakkie. Had ze flats? Ja hoor. Hey, get back. Oh, what the heck? Dit is niet goed. Dit is niet goed. Oh nee. What the hell? What happened? Weet ik niet. Get out of here. Ik zit vast. Oh, wat? Ik zit ziek vast in een of andere... Hold. Oh mijn god. Ik zit vast in een elektrocuteerstoel volgens mij. De elektrische stoel, dames en heren. Oh mijn god. Kijk dan. Oh mijn god. A Boo and Pace. Wat hebben we hier allemaal? Oh, dit is niet goed. Hoe ben ik hier opeens terechtgekomen? Emergency flashlight. Charge the flash... Nee, echt. Need to get the block key. Ik haat deze dingen, echt waar. Ik haat deze zo erg. Wat is dit trouwens? Dat heeft iets gedaan. Hier horen we niks. We hebben wel een zieke knijpkat. Oké. Het is nu opeens zieke horror geworden. Hoe ik hier terecht ben gekomen, weet ik niet. Waarom zit hier trouwens ook een publiek? Is dit normaal in de jaren 30? Dat je een publiek hebt bij een of andere... dood... Hè, dat iemand dood... Echt? Oké, blijkbaar is dat normaal voor die tijd. Gezellig, man. Zie je iemand gewoon op de stoel geëlektrocuteerd worden. Wat gezellig. Dat is wel een leuk familieuitje, denk ik. Met z'n allen naar de elektrocutie van een familielid van je. Wow. Nou, ik weet natuurlijk wel dat het langer geleden normaal was. Dan had je natuurlijk gewoon van die publieke ophanging sessies. Ik weet even niet de juiste benadering. Someone's coming. No. I don't want to be in the... Phillips, are you okay? No. Phillips! No. What happened? He seems off. Phillips gaat niet helemaal lekker. Ja, executies inderdaad. Publieke executies. Waarbij ze inderdaad gewoon werden opgehangen. Dan had je ook een publiek erbij. Seems like the aftermath of the earthquake. I need to contact Block D. Oké, contact Block D. Dat gaan we fixen. Maar wat ik wilde zeggen is dat ik niet wist dat het ook nog in de jaren 30 op deze manier werd gedaan. Dat wist ik oprecht niet. Noem me misschien maar een noob of zo dat ik dat niet wist. Maar ja, ik heb 3 jaar geschiedenis gehad. En misschien had ik dit wel kunnen weten. Maar ik heb er nooit bij stilgestaan dat het... Oké. Het voelde iets langer geleden, zeg maar. Maar goed. Damn it. No connection. No connection. We need to try the Morse code device. Maybe it's still functional. De Morse code device. Oké, dat is hier dan denk ik. Blok I. Yo, what the heck? What is going on? Huh? Wat hebben ze ook op hun hoofd zitten? Wat gebeurt hier nou? Ik heb geen idee wat hier gebeurt. We moeten snel dat Morse code apparaat gebruiken, want dit gaat helemaal fout. Hier. Kijk, daar gaan we. Morse code. Dit kan ik. Hoe werkt dit? Help! Oh, blok D. Oh, mijn god. Ik moet dit gaan intypen. Dit meen je. Oh, mijn god. Moet je nagaan hoe dit vroeger ging? Nou, dan moeten we die weer lang ingedrukt houden. En dan 3 keer kort. En dan moeten we weer eentje kort. 1 keer lang. 2 keer kort. En dan een O is 3 keer lang. 1, 2, 3 keer lang. En dit ging vroeger snel, hè? Besef dat dit vroeger zo snel ging. Dit was echt insane. Hier denk ik dat ik wel respect voor had. Voor de mensen die dit zo ontzettend snel konden doen. Dat was gewoon... Of zoiets. Let's try to contact Block D. Oké, Block D. Hebben we gedaan. Top. En nu gaan we ontvangen of zo. Hoe werkt dit? Oh, kijk dan.
Oh, nu moeten we dit achter... Oh, mijn god. Ik doe dit helemaal verkeerd. Mijn fout. Het is dus een B. Ja, het begint met een B. Dan is het kort, lang, kort, kort. Ja, lang, kort, kort. Dan is het lang, lang, lang. Dan is het lang, kort. Ja. Ja. Great. Block these responding. The ask who's calling. Jongen, daar stond niks logisch. Daar stond niks. Wat? Daar stond helemaal niks logisch. Nou, oké. Okay. Ik heb echt mijn best gedaan dat op te lossen. Nou, dat zal wel. We gaan nu Fisher Block E doen. Nou, top. Zenden die meuk. Ja, bam. Send. Dan gaan we weer. Hele machine die gek doet. Oh, nou komt er weer zo'n mooi berichtje binnen. En mogen we die meuk weer gaan ontcijferen. De eerste is één keer lang. Dat is een... T. Turn on electric. Ja hoor. There's a backup power okay. switch in the basement. Maybe he means that one. Okay, dan gaan we dat doen toch? Nou, dit was echt een geweldige puzzel. Ongelooflijk. Moeten we dit ding ook nog een keer opladen of valt dat mee? Ja hoor, dat moeten we nog een keer doen. Geweldig deze gameplay. Maar waar is de basement? De basement zitten we al een soort van in of niet? Of moeten we hier gewoon naartoe? Zullen we hier gewoon naartoe gaan? Open de security room. I don't have the keys. The spares were in my locker. Oh, dit meen je. Nou, dan moeten we hier maar naartoe. De deur is weer mooi aangegeven door de muur heen. Dus dit komt helemaal goed, joh. Hier gaat de basement zijn, of niet? Hallo? Bom, ga open, jong. Nou, moeten we nou naar mijn locker toe... Hallo? Wat viel hier nou weer dan? Wil je dat niet doen? Hoe ben er weer? Ik haat echt die donaties in dit soort spellen, echt waar. Waar was mijn locker ook alweer? Ik weet niet meer waar mijn locker is. Ik heb wel de code van mijn locker een tijd teruggevonden. Toen we nog niet gevangen waren genomen. Maar waar is de fucking... Hier kom ik niet naartoe. We moeten mijn locker vinden. Alleen van waar was mijn locker richting die andere plek, zeg maar. Waar we nu niet doorheen kunnen komen. Omdat we opeens een locker nodig hebben. Is hier mijn locker? Execution check. Nee, dat is niet. Dit is de executie. The spares were in my locker. Jongen, jij moet echt je bek dicht houden met je locker. Waar de hek is de locker? Ik lok jou er anders naartoe, gat. Want dit schiet niet op. Moet ik hier dan misschien in? In de isoleercel of zo? Hallo, isoleercel. Gadverdamme. Dit is wel echt mensonterend. Misschien ging dat ook wel er zo aan toe in de jaren... Hè, jaren 30. Maar ik had op zijn minst een emmer verwacht in dat hok. Op zijn minst, weet je. Dat het nog een beetje makkelijk schoon te maken is ook voor de mensen die dat moeten doen. Maar nee, hier lieten ze gewoon mensen op de grond schijten. Waarom heb ik geen sleutel? Hoe kom ik bij mijn locker? Ik snap er echt geen kut van. Kan ik hier misschien doorheen? You need a screwdriver to open it. Oké, het wordt dus wel echt een beetje puzzelen. We hebben een screwdriver nodig. Waarschijnlijk hebben we dus een schroevendraaier nodig. Moeten we hier door zo'n gevangenis heen gaan. Dan moeten we daar dan door die ventilatieschacht heen klimmen om bij onze locker te komen. Dat lijkt mij nu het meest logische. Oh, hier staat ook wat op. In this photo, I am with my late wife. I keep it here to remember how beautiful she was. Oh. En wat staat erop? Me and Jane. Nou, wat schattig, man. Ongelooflijk cute dit. Maar wat nog cuter zou zijn, is een fucking schroevendraaier. Moet ik al deze kutkastjes open doen? Dit ga je niet menen, toch? Je gaat toch niet zeggen dat in een van deze kastjes een schroevendraaier zit? Oh mijn god. Fuel canister? Ik heb een fuel canister? Wat? Wel leuk dat ik een fuel canister vind, terwijl ik een schroevendraaier nodig heb. Oh, ik kan iets met dit schilderij. Oh. Hè? 23791. Waarom staan die codes op? Waarom staan hier codes op? Dit vind ik ook heel raar. Maar dat heb ik nog helemaal niet nodig, gast. De lampen doen het niet. Ik moet een schroevendraaier vinden en ik heb de sleutels van mijn locker nodig. Hier ligt een briefje. De kast en dan de lade daaronder. Wacht, dat is deze kast. Ben ik nou serieus net deze lade? Heb ik die nog net overgeslagen? Zit die hierin? Zit die in de... Yeah! We hebben een schroevendraaier! Oh, wat fijn. Oh, nu kunnen we hopelijk hier naar binnen toe. Ja, dit gaat hem worden. Kom op, open in de meuk. Draaien, kom op. Je kan dit. Hoe werkt dit? Use. Spin. Oh, dit is gameplay. W's! Ja hoor, kijk, een puzzeltje. Oh nee, het is zo'n puzzel. Waarom is dit de puzzel? Oh mijn god, ik heb dit heel lang niet gedaan. Even kijken, zo. Is dit hem al? Ja! Easy game, easy life. Pro puzzelaar Melvin, ga dit even fixen. We zijn eindelijk een stukje verder. Kunnen we nu hier doorheen kruipen dan? Oh, eindelijk komen we ergens.
Kijk, open de crate. Ja hoor, dit is goed. Dit is echt gewoon top. Dit is zo fijn dat we dit met z'n allen kunnen doen. Kijk, kruip hier doorheen. Dit voelt als echt de meest benauwde gang ooit. Maar blijkbaar zijn we groot genoeg om hier doorheen te kruipen. Ik weet niet hoe dit werkt, maar waar een wil is een weg. We gaan hier gewoon uitkomen. Kijk maar. Ik ben zo fucking sterk, hè? Daar zijn we. Wat was de code van mijn Ik weet niet meer wat mijn code is. Oh mijn god, weet ik die nog? 3, 9, 1, 7, 8. Zei iemand. Yo! Shoutout naar de Twitch chat. Daar zijn we. Ik had voor mij wel de getallen goed, maar ik wist echt niet meer de volgorde. We hebben sleutels! Oh, eindelijk! En wie hebben we hier? Is het Jane? A photo of my beloved wife. I still remember her like that. Oh. Wat schattig. Wat een mooi wijf. Nou, we zijn eindelijk hier nu. Dat we kunnen. Moeten we nou serieus ook nog gaan gokken welke sleutel dit is? Dit meen je. Was dat goed? Dit is serieus. Het is de blauwe. Het is de blauwe. Ja hoor, deurtje is open. Daar zijn we. En mijn batterij is leeg. Wat hoor ik? Mijn batterij is niet leeg, of wel? Waarom is hij zo gek rood? Gaat hier een jumpscare komen? Ik ben wel een beetje bang. Maar, hè? We lopen gewoon. Wat een timing, echt waar. God, ongelooflijk. Maar kunnen we hier nu gewoon met deze blauwe sleutel dan doorheen? Is hier dezelfde kleur sleutel voor nodig of hoe zit dit? Ik ga gewoon weer blauw proberen, want ik heb anders ook geen idee. Kijk of dit werkt. Blauwe sleutel. Gelukkig. Daar gaan we. Lopen met die hap. Nu kunnen we eindelijk hier naar beneden. Hier hebben we zo lang voor gewerkt. Oh, welke kleur gaat dit zijn? Rood of zo? Ik denk het. Rode sleutel. Knal hem erin. Hopelijk is dat de hint die... Ja! Woe! Dat was de kleur van het kozijn. Kijk! Dat was zo'n domme jumpscare en ik begrijp niet waarom ik daar zo hard van schrok. Wat was dit? Zijn dat een soort van zombies geworden? Ik heb geen idee. Oh, we moesten hier naartoe puur en alleen om de stroom te fixen. Dat is alles volgens mij. Kunnen we hier dan door? Ja, we hebben hier de schroevendraaier voor nodig. Oh mijn allemachtig. En dan krijgen we weer zeker zo'nzelfde puzzel als zo net. Ja hoor. Weer zo'n prachtige schuifpuzzel. Wat leuk. Hij werkt gewoon. Ik was even in de war. Ik dacht even van, hè? Waarom mag dit niet? Maar dat mocht gelukkig wel. Dat zijn we. Wat hebben we hier? Een gekke deur met caution. Flooded rooms. Hallo, mag ik hier naar binnen? Oh, daar gaan we. Oh, god. We gaan naar beneden. En daar is iets van de stroom. What the heck? Nou, laten we dit eens maar aanzetten. Kom op. Fix die stroom. Wat? Ik ben niet dood, toch? Nee. I'm tired. It's already lunchtime. Nee, I'm gonna go home. Als ik nu alles opnieuw moet doen, dan sluit ik dit spel per direct af. Maar het lijkt wel een ander iets, want daar is opeens een... Ja, zie, dit is anders. No. Jane! Oh nee, mijn vrouw. Ik weet niet hoe er opeens zo'n spontaan brand kan uitbreken als hier. Dit is wel echt bizar trouwens. Jane! Mijn wijf! Jane! Ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar we moeten Jane redden. Als het nog kan. Jane! Oh. Wat in de Christus anus is hier gebeurd, gast? Oh mijn god. We moeten denk ik heel snel rennen. Oh god, laten we naar Jane rennen. Dit is een hele gekke nachtmerrie opeens. Hier, open die deur. Jane! Oh, dat mag niet. Jane, please! Jane! Wat is dit? Jane! Waar ben jij? Jane! Oh, hier moeten we naartoe. Dit is wel echt heel intens. Heel intens liedje. Hier, Jane. Ben je hier, Jane? Oké, hier is ze. Hier moeten we naartoe. Dit is wel echt een heel raar iets. Ik heb geen idee wat dit is. Oh. Wat een topspel is dit! Oh, mijn zaklamp is zeker nu ook kapot, of niet? Is mijn zaklamp kapot? Nee, toch?
Gelukkig niet. Toppie, wat kunnen we hier allemaal fixen? Hebben we nu de stroom aangezet? Ik hoop het. Werkt dit ding? Ja? Wow. Of niet? Het lijkt erop dat het werkt. Maar wordt het waar? Ja! I've never been there. Oh, damn. Maybe we can drain this water. Nou, ik heb het water al gedraind hoor. Ik loop op de feiten vooruit, gozer. Ik weet niet wat jij lult, maar moet je kijken, man. Ik ben hier al beneden in dit gekke stukje. Oh, what the heck? Warning. Top secret star. Bestond in 1930 het nucleaire logo al? Dit is iets wat ik niet weet. Maar we mogen hier nog niet in. Er staat groot warning. We mogen hier nog niet naartoe. Maar er staat hier wel een code. 82541. En is hier voor de rest nog iets? Hierboven? Oh mijn god, wat is dit? Die code moeten we in ieder geval maar onthouden. Ik weet alleen niet waarvoor. Deze deur is niet te openen. Wat is mijn objective? Contact with Block D. Dat is ook letterlijk alles. Nou, laten we dan eerst maar terug naar boven gaan. Eens checken of hier nog iets is. Want daar is nu wel weer een tafel aan het licht geven. Het is wel handig dat het allemaal... Oh, misschien kunnen we hierin met die code. Of niet. Ik denk voor mij op de voor de feiten vooruit. Oh! Yo! Gozer! Phillips! Don't move. Nee, ik moet juist move. Phillips, waar ben jij? Phillips, ben je hier, gast? Gekke jumpscare van Phillips incoming of niet? Phillips! Man! Phillips is gewoon met de horizon verdwenen. Zijn we eens aan het hallucineren? Ik vind het een heel raar spel. Het lijkt een soort van nachtmerrie, maar ook weer niet helemaal, want dit is ook... Hoe kan dit ook? Ik snap er echt niks van. Het is ergens een heel grappig en leuk spel. Ik hou wel van puzzelen, maar ook is het wel f***ing raar. Nee, moeten we een morsecode gaan sturen? Didn't work. Oh my god, we moeten dit weer doen. Ik heb hier nog geen zin meer in. Nou, verstuur die meuk maar. Kom maar door. Daar gaan we weer. Wat ontvangen wij? Weer echt zo'n hoerenlange code. Oh god. T. Right. There's a service elevator in the laundry room. I can use it to get to Block D. Moeten we met de lift gaan? We moeten met de lift gaan. Maar waar was de laundry ook alweer? Wacht. Dit hebben wij ergens gehad. Wat? Oh, en nu moeten wij hier doorheen. Nu moeten wij door die deur hier beneden. En daar hadden we die code voor nodig die ik beneden had gevonden, denk ik. Kijk, maar er zit ja, die code moeten we dus nu gaan kraken. Zoals... Access code lock. I need to find the code. Huh, I'll try through the ventilation. Welke code hadden we net ook alweer? Ik ga kijken of die werkt die we net hebben gevonden. 82541. 82541. Werkt die? Nee, hij werkt niet. De code die daar beneden was, werkt niet. Oh, flip. Wat moet ik dan nu doen? Dan moeten we een andere manier gaan vinden om erin te komen. Hij had het over de schachten. Het ding is dat we nog meer deuren hebben waar ik voor mij doorheen kan. Misschien bij de executiekamer in de storage. We gaan naar de executiekamer en dan naar de storage. Misschien dat daar iets van belang ligt. Hè? We weten het niet, maar we gaan het gewoon checken. We gaan het gewoon even checken. Hier de gele sleutel in, want voor mij was dit geel. En de storage was groen. Niet? Welke kleur was dit dan? Oké, dit is wit. Top. Witte deur open. En dan gaat hij zeker nu weer dichtblaaien of zo, of niet? Oké, nee, het valt mee. Deze is geel. Je ziet het aan het gele streepje eronder. Dat is wel echt trouwens een heel makkelijk, dom systeem eigenlijk, als ik erover nadenk, hè? Maar goed, hè? Het zal mij wat wezen. Het werkt gewoon. Kijk, hatseflats. Dit deur, die doen we open. We zijn echt zo goed hierin, hè? En nu zijn we terug in deze executiekamer. Waar het allemaal begon. We hadden hier nog de stroom die we kunnen proberen aan te zetten. Close contact. Oké. Dat heeft iets gedaan. En dan hier de storage met de groene sleutel. Ik hoop dat we hier iets in vinden dat we nodig hebben. Dat zou wel heel mooi zijn. Dat zou mijn leven wel een stuk vermakkelijken. Hallo, wat hebben we... Oh mijn god, is dit een puzzel? Wat is dit, gast? We hebben hier twee lades. Eentje met een briefie. Wat? Waarom staan daar vraagtekens? Er zit een rondje bij die deur naast de laundry. Wat is dit? Waar kijk ik naar? We moeten echt gewoon daadwerkelijk gaan puzzelen. Oh, fuck. Ik heb maar even foto's gemaakt van die twee kantjes van het briefie. En dan moeten we maar even gaan puzzelen. Want ik heb echt geen idee. Is die nou opeens donker of... Oh, wacht. Deze is weer leeg. Hier staat trouwens iets. Is dit iets? Oh, wat is dit? Een old phone. Maar die werkt niet op het moment. Dat is jammer. Oké. We moeten even logisch gaan nadenken. Iets wat ik op dit moment niet heel erg goed kan. Maar we hebben een puzzel met dingen. Is
dit misschien een code? 34152. Ik weet het niet, maar er lijkt het wel op. Ik begin nu even gewoon wat te ratelen. We hebben namelijk al die vraagtekens op dat kaartje staan. En ik heb het idee dat die vraagtekens met elkaar misschien tot een code komen die dan voor die deur is of zo. Ik heb geen idee, maar we gaan het proberen. We gaan kijken of we misschien ergens kunnen uitkomen. Want hier is deze deur. Ik was nu al bij deze deur, alleen vulde ik een andere code in, omdat ik veel te moeilijk nadacht. Daarna ging ik nog echt van alles opzoeken en ik kwam er niet uit. En toen ging ik terug naar de deur en vulde ik de code in die ik eerder noemde. Het is wel 34152. Ik zit gewoon zo... Ik zit zo moeilijk te denken. Het slaat helemaal nergens op. Maar de puzzel was gewoon heel simpel. Dit... Moest je gewoon tellen. Wat hoor ik? Wat hoor ik? Ah! Wat? Oké, we moeten heel snel rennen. Ik weet niet wat er gebeurde. We moeten die lift in, toch? Hier is iets. Hier is iets. Wat is dit? Hier is die lift. Maar die lift werkt niet. Wat moet ik doen? Christus, wat gebeurt? Wacht even. We moeten dit op een bepaalde manier doen. Maar voor mij is dat ding wat voor mij staat... een laser waarbij ik niet mag... Kijk, hij scant. We mogen niet bewegen, dat wilde ik net zeggen, ja. Ja, nu mogen we weer bewegen. Alleen, wat is dan de bedoeling? Oké, verder. Zit hier iets in? Waarom kan ik ze open doen? Waarom kan ik ze... Oh. Lower the elevator, I need to find this valve. I need to look for it in the storage room. Oh mijn god, maar daar heb ik al lang. Nou, dan gaan we dat maar fixen. Ongelooflijk. We gaan naar de storage room. Maar ben ik hier nou veilig of niet? Ik weet niet of ik hier veilig ben. Ik hoop het wel, ik denk het wel. We rennen gewoon naar die storage room toe. Alsof er niks aan het handje is, weet je? Waarom dat ook in die laundry room sta... Damn it, Phillips. What have you done? What the hell? What the hell? Even de chat voor Phillips. Man schiet zichzelf opeens neer. Dit spel is echt een hinge. Dit spel zat helemaal nergens meer op. Maar ik zag hier een valve ergens liggen. Ja, hier. Moet ik één zo'n valve meenemen? Hier eentje? Ja. Yes, this is what I need. Top, this is what I need. Maar heeft die man een briefje achtergelaten of zo? Philip, gozer, wat doe jij opeens? Ik heb je nog zo gewaarschuwd. Ik heb achter je aangerend, gast. En dan opeens schiet je jezelf neer. I can't take it anymore. He still find me. I don't want to be in this mess. I regret helping to arrange Goldman's escape. I didn't know it would turn out like this. I'm tired of hiding. I'm exhausted. Goodbye. Wat een erg aandoenlijke suicidebrief, man. Oh mijn god, oké. Snel weg hier. We moeten de laundry lift in, want dat is de missie. Dat is ook de enige missie die we nog hebben. Maar wat is er dan gebeurd? Hij heeft dus iemand geholpen om te ontsnappen. Het is zo raar spel. Het is echt heel raar. Maar kom maar hier. Bam. Ik mag niet bewegen. We zijn weer veilig. Met die lift. We moeten dit ding gaan... Damn, the chain broke. Now I have to look for a chain too. It seems like Phillips is going to stop. Maybe I'll find a chain there. Het is ongelofelijk, maar... Wat een leuk spel is dit. De chain is kapot gegaan. Diepe spel, echt waar. Wat ga je dit nou weer verlengen dan? Dit had net zo goed allemaal in één keer goed kunnen gaan, toch? Dit is gewoon onnodig. Maar goed, blijkbaar zit hier ergens een chain in een of andere locker... die we dan kunnen jatten of zo. Ik heb geen idee, gast. Nou, laten we ze openen. Locker. Hier, van wie is deze locker? Phillips. Ja, maar hoe weet ik de code van Phillips? Phillips heeft zichzelf net neergeschoten. Hoe? Dit ga je niet menen. Moeten we nou helemaal weer deze hele gevangenis door? Op zoek naar een code van mijn favoriete collega Ja. Ja, dat moet. Ik zou jullie 10 minuten aan ongein besparen, want ik wist gewoon niet wat ik moest doen. En uiteindelijk kwam ik terug bij die schilderijen en gebeurde er het volgende. Oh my
mijn god, wat? Nee, 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 nee. Moet ik deze pakken? Mag dat niet? Weggelopen. Opeens stort de hele bende in. Het is niet normaal dit. Is dit de code dan? 2, 3, 3, 3, 1. Ik denk dat dit de code moet zijn. Dit moet wel de code zijn dan. Maar waarom? Ik ga die code gewoon proberen. Alles stort hierin. Philip is opeens weg. Ik ben nu wel erg bang voor een jumpscare, maar boeit mij. We rennen naar het kluisje van hem toe en wij gaan die ketting pakken en wij gaan hier ontsnappen. Ik weet nog niet helemaal waarom die ketting van dat ding bij hem in het kluisje zit, maar dat boeit mij. Maakt me niet uit. We rennen gewoon daar naartoe en we gaan dit fixen. Oh, wat de hek is dit, ouwe. Oké, daar gaan we. 2, 3, 3, 3, 1. Oh, het is hem ook echt! En daar ligt de ketting. Ja, de ketting die we nodig hebben. Nu ben ik wel bang voor een of andere Philip die boos achter me aan gaat zitten. Ik heb het idee dat dat gaat gebeuren als een soort van jumpscare. Maar dit spel is tot nu toe best simpel gebleven qua jumpscares. Dus misschien gebeurt het ook niet. Nou ja, boeite. We gaan hier naar beneden. We gaan het nu fucking fixen. Het spel begint met de spuigaten uit te komen. Dus kom maar door. Dit gekke laserapparaat staat er ook nog steeds. Hier, kettingje erop. Bam! En nu draaien. Ja! Oké, niet bewegen. Oké, we zijn niet bewogen en nu kunnen we hierin. Ja! Mag ik een klap in de chat voor dit einde? Althans, ik denk dat dit het einde is. Het was een erg moeilijk spel. Oh, er zit daar een ladder achter, man. Oh, kijk eens aan. Ja? Hebben we dit gedaan? Hebben wij de... Het is nog niet klaar! Dit meen je, we zijn in blok D. Oh mijn god, ik dacht dat we klaar zouden zijn. Nee! Wat gebeurt er? Wat gebeurt er nou weer? Ik hoor opeens allemaal enge geluidjes. Oké, we gaan gewoon hier naartoe. Blok D. Wat hebben we hier? Halleluja, praise the... Wat is dit? Een shotgun en... Wat? Oh yeah. Wat? Oh yeah. Ja, in ieder geval. Een groot applaus op deze prachtige puzzelgame. Het was heel erg uniek, heel erg raar. Paar jumpscares. Maar ik hoop dat jullie genoten hebben. Bedankt voor het kijken. Doei!